hem duidelijk zien. Hij is helemaal leeg. Je kunt de bodem zien. We hebben net gekeken samen. En je ziet dat er zit er nog niks in. Hij staat er nu een paar weken. Dus, want de stem kan nog tot 16 juni. Dus er valt nog wel wat te kiezen? Voor Penderen en Zuidwijk valt er niets te kiezen. Dus hij is ons gezegd één initiatief. En dat is het dan. Dus ik zie het ook nut niet van stemmen dan in. Dus dan wordt gewoon uitgekeerd. Naast de wijkraad Pendrecht-Zuidwijk ziet ook de wijkraad Kool-Scheepvaartkwartier Stadsdriehoek dat het nieuwe systeem nog niet optimaal werkt. Het allergrootste bezwaar is eigenlijk dat in de voorwaarden staat dat er een wijkakkoord moet zijn. En die is er nog helemaal niet. Dus we zijn 20 april geïnstalleerd. En de eerste ronde liep van de aanvragen voor bonusinitiatieven tot en met 30 april. En er is in 10 dagen tijd uiteraard geen wijkakkoord gekomen. Dus ja, dat is eigenlijk bijzonder, hè, dat je een voorwaarde hebt waar niemand aan voldoet, terwijl we wel mogen stemmen op in onze wijk dan 2 bewonersinitiatieven. Weet jij dat je kan stemmen op bewonersinitiatieven uit jouw wijk? Nee, dat wist ik niet. Nee? Dat is nee. Nee, ik wist dat niet. Maar kan dat? Ja, je kunt stemmen op de website mijn.rotterdam.nl kun je de initiatieven vinden. Zou je dat willen doen, stemmen? Ja, als het kan, waarom niet? Ik heb er wel eens van gehoord, in de haveloods gelezen. Ik weet eigenlijk niet wanneer het stem is en op wie ik moet stemmen. Het zou wel een luxe zijn om de wijk ook te verbeteren. Ik wil zelf ook wel de wijk verbeteren, maar met stemmen en nee. Nee, ja, ik had het graag gedaan als ik het had geweten ervan, maar helaas, ik weet er weinig van. Hoe het op dit moment gaat, werkt gewoon niet. Wat ons ook een beetje irriteert is dat er maar 2 stemrondes per jaar zijn. Als ik over 2 maanden iets wil organiseren, dan ben ik te laat met indienen. Want dat had ik al in maart van dit jaar moeten doen. Ja. Als ik in oktober wat wil organiseren of in november, moet ik het nu gaan indienen. Ja. Dus de spontaniteit voor een bewonersinitiatief organiseren is er al helemaal uit. Ja. Je moet al een half jaar van tevoren iets plannen. Wil je het geregeld krijgen en wil je daar een subsidie voor krijgen? Met alle genoemde haken en ogen aan het nieuwe systeem is het voor bewoners met een initiatief lastiger om iets te organiseren. Zo ook voor Diana in Rotterdam-Noord. Zij heeft minder dan €2.500 aangevraagd omdat er dan niet over gestemd hoeft te worden door bewoners. Ik heb mijn financiering begin april ingediend en de ronde voor daarboven was al eind april. Maar 29 mei is mijn opening geweest, dus dat was voor mij veel te laat. In de toekomst moeten bewonersinitiatieven gaan aansluiten op de wijkakkoorden en die zijn nog in de maak. Verwachting is dat die op zijn vroegst in het najaar gepresenteerd worden. Tot die tijd wordt het kritisch getoetst, voldoet het niet aan de voorwaarden en mag je erop stemmen.